Ja, AZ-fans, welkom in Valencia, Spanje, waar we een nieuwe Raak de Kaas gaan opnemen. En dat doen we vandaag met Pantelis Hatzidiakos en Peer Koopmeiners. Welkom, Peer. Jij ook, jongen. Ja, laten we wel eerlijk zijn, het weer zit niet helemaal mee. Ja, in die zin, het waait best niet, wel. Nee. Het waait best wel. Nee, het waait best wel, maar onder andere omstandigheden. Ja, maar hoe kan je daar nou rekening mee houden dan? Zometeen. Ja, windjes. Binnenkantje voet, buitenkantje voet. Rest, maakt allemaal niet uit. Nee, komt bij jou? Komt goed. Het is eigenlijk heel simpel, zometeen krijgen de mannen 3 ballen en daarbij moeten ze zo dicht mogelijk bij de kaars komen. Nou, en als je hem raakt, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn, hè? Want dan is volgens mij dichterbij ga je natuurlijk niet komen. Nee. Dat is inderdaad een bonuspuntje. Laten we eerst even op je schaal doen voor wie mag beginnen. Ja, hoe doen we het? Op 3 doen we? Nee, gewoon 1. Dus je doet het nu meteen? Ja, natuurlijk. Okay. 3. Nee, bro. Ja, wat zeg je? Steen, papier, schaar, maat. Ja, oké. Okay. Kom op. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Ja. Ik begin. Jij begint. Heel spanning. Oh. Zo! Dat is een goede bal. Waar blijft die wind? Kijk. Iets te ver, hoor. Zo! Te zacht. Weer. Die komt ineens tot de 16. Hij had de 16 niet. Maar het is dezelfde afstand als jij, hoor. Dat is goed, hoor. Ik maak het lastig voor... Opeens die wind. Daar komt hij. Jezus! Die wind. Dat had ik net nodig! Opnieuw! Hé! Hij gaat er... Nee, te zacht. Kijk, komt die wind. He? Ja, die wind, jongen. Maar jij legt alles er weer voor. Zo tussen die twee balletjes door. Ja, tik die van mij uit! Nee, die gaat er langs. Ah, god. Samme zeg. Anders gaat hij zo die kaas op. Volgens mij, die van mij is dichterbij. Mijne was echt perfect. Alleen jouw bal ligt er weer voor. Komt ie. De winnaar van het jaar. Wat ga je doen? Ja. Ertussen? Ja, met een beetje strijdje ook. Nee, joh. Ja, dit is goed. Ja! Nee, kom maar, windje! Wat een geweldige bal is dit. Ja, maar eerlijk, mijn bal ging echt fantastisch. Gewoon... Ik gooi toch wel op een zekere 3,20. Dit is 2,25. 2,25? 2,25. Op plek 2, hè? Volgens mij. Vooralsnog wel. Ja, dit lijkt natuurlijk niet. Maar heb je iets groter dan... Dus 3 meter is de max van dit meetlint. Nou, wij hadden gedacht dat dat genoeg zou zijn, maar... Blijkbaar hadden we een iets grotere mee moeten nemen. Dit is precies 3 meter. 3 plus 10. Doe ze dat even? Ja. Haal hem eens naar je toe. Ja. 3 meter. Ja, nee. Dat is 3. Een heel klein beetje, hoor. Niet 3,8 centimeter. 3,8. Oké, jongens, hoe laat je? 3,8. 3,8 hoor. 3,8 en 2,25, hè? 2,25. Dus dat is gefeliciteerd. Jij winnaar van de dag. Winnaar van de dag. Niks hadden we daarop houden. Ja, tweede in het algemeen klassement. Hoe je die pootje hebt, Peer? Ja, nee, je maakt het maar lastig. Maar zonde. Die laatste bal, hè, was het, hè? Ja, was dus echt, ik heb gewoon alles afgeschermd daar. En, eerst afschermen en dan zelf de baan openleggen. Ja, maar dat was dus de tactiek. Ja, en weet je. Blijkt wel als we op het punt komen dat wij morgen dagen wij Dani de Wit en? En Thijsje Oosting willen wij hier graag ook zien. Ben benieuwd. Ja. Wij gaan kijken vanuit daar. Zeker weten. Dus ben benieuwd. Dus laat me zien.